U hoorde daarnet al Arno Glory met een hele mooie hommage aan zijn vader Bart van den Bossen. En Arno, die in het dagelijkse leven ook café heeft. Waar heb jij precies café? Op het eilandje in Antwerpen. Geweldig. Ja. Moeten we eens naartoe gaan? Waar precies op het eilandje? In de Amsterdamstraat, nummer 41. Niet ver van het Mas eigenlijk. Amsterdamstraat 41, niet ver van het Mas. Ja, ik wou voorstellen, zullen we aan die mevrouw die daarnet bij de geitjesverkiezing Ruben koos boven mij ook eens vragen. Stel nu dat jij moet kiezen wie er aan uw toog komt zitten. Het gaat tussen de ranke Ruben van Gucht of tussen cafégangers Sven, wie kiesde? Ja, is het voor een gezellige babbel of is het voor de vrouwen? Wat brengt het meest op? Ik dacht meestal dat ik eerst de vrouwen krijgen natuurlijk, maar een gezellige babbel ben ik altijd voor Sven, we gaan samen. Sven, we gaan samen. Ik heb eigenlijk liefst dat je samenkomt en we maken er een perfecte avond van. Hoe heet jouw café? Bart doet er niet toe. Afgekort ook Barté, dat is Bart, een verwijzing naar papa, nog verborgen in de naam. Ja, tof. Bart doet er niet toe. Het artiestenleven, daar ben je nu ingestapt. Is dat eenmalig of is het het plan om dit verder te zetten? Het is in de eerste plaats is het project Gloria aan Bart een eerbetoon aan papa. En wij zijn ook bezig met het repertoire van papa om daar in de nazomer toch wat enkele shows mee te doen. Om samen te genieten van de muziek die papa gemaakt heeft. Maar tot nu toe, de LP is er geraakt, het nummer is uitgekomen. We hebben van de week de persconferentie gehad, waar ik dan voor de eerste keer ooit eigenlijk voor het publiek heb opgetreden. Dus vandaag is het een tweede keer. Ongelooflijk. Ik vind het kei plezant en we zullen wel zien waar het uitkomt. Niks moet, alles mag. Ja, zolang dat een mooi eerbetoon blijft, zolang dat waardig blijft, blijf ik meedoen en blijf ik mij hiermee amuseren. We gaan toch afspreken dat je of zomerhit of tien om te zien, dat je een van de hits van je papa kunt gaan brengen deze zomer. Ik had natuurlijk niet verwacht dat het eigenlijk al zoveel succes ging hebben, dat we dan die Vlaamse Ultratop binnenkwamen. En dan is natuurlijk wel een klein beetje een droom ontstaan van, stel je voor dat ik nu ooit op 10 om te zien eens een keer zou kunnen komen staan, dan kan ik die filmpjes naast steen plaatsen. Tuurlijk, dus de cirkel wel rond natuurlijk. Ja. Je hebt de plaat meegebracht en als je er heel even snel naar kijkt, Sven, dan zie je onmiddellijk nummers die iedereen kan meezingen. Hè. Jij bent de zon, de heuveltjes van Erika, Boom, Oh Jolie, noem maar op. Ja, ja, zeker en vast, dat is mijn jeugd. Ja, en niet alleen die van jou, denk ik. Hij heeft echt heel veel hits geschreven. Ja, fantastische muziek. Ik hou echt van de tekst die dat hem geschreven heeft. Het is echt zo leuk om er zo dichtbij te staan en eigenlijk te voelen, een klein beetje toch te ervaren hoe dat was om hem te zijn. En ik geniet echt van elke seconde dat ik hier met dat project bezig ben. Ja, en zo meteen nog Lol in Mol. Ja, fantastisch leuk nummer. Met onze bezetting van mijn muzikanten was dat wat moeilijk, dus ik dacht, Ik mag kiezen welk nummer. Ik wil dat graag eens zingen, dus ik wil vandaag graag eens dat nummer doen. En dat is dan werkelijk de eerste keer dat je dat live gaat zingen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, no stress. We zien wel waar het schip strandt. Voilà. We gaan jou rustig richting het podium laten vertrekken. Je hebt nog heel even de tijd, maar straks komt Lol in Mol eraan. Top, dankjewel. Kwaliteit.